Zoals elke nieuwe speler bij KV Kortrijk meldt Idrissa die zich aan voor een cardiotest. Vous avez jamais eu des problèmes au cœur ? Non, jamais. Non, vous ne sentez jamais une douleur sur la poitrine, des palpitations de cœur ? Non. Et dans la famille, est-ce qu'il y a des gens qui ont eu un problème au cœur ? Jamais. En dan doen we ook een echografie van het hart, ook om te bekijken of er geen aangeboren hartafwijkingen zijn die een risico met zich meebrengen naar hartritmestoornissen of een hartstilstand tijdens het voetballen. Ça commence très lentement. Pour combien de temps? Ça viendra de plus en plus dur. Pour combien de temps? Environ petit 10 minutes, je pense. Daarna doen we een lichamelijk onderzoek, nemen we een rustcardiogram, een fietsproef, om te zien op die manier of er geen ritmestoornissen uit te lokken zijn, of er geen verhoogd risico is op het krijgen van hartritmestoornissen. Idriss had voor de gelegenheid zijn sportkledij thuis gelaten, maar dit bleek de verkeerde keuze te zijn. Moi, je m'attendais pas à faire un test sur vélo. Donc je suis venu en habit normal, en habit civil, mais bon, si j'avais prévu un petit peu, j'aurais pris un short et un t-shirt pour pouvoir transpirer dedans. Oui, mais vous avez transpiré beaucoup, hein, j'ai vu. Ouais, je transpire beaucoup, je transpire facilement, en plus il fait un peu chaud, donc j'ai beaucoup transpiré. Na de test kwam het resultaat. Apparemment c'était bon, donc il n'y a pas de problème, donc on va pouvoir faire l'année tranquillement. Au revoir, merci. Merci, au revoir.